Pieter Wening, ik dacht heel eventjes 38 jaar en hij heeft hem. Ja, leeftijd maakt niet zoveel uit, denk ik. Maar ik was vandaag al goed. Eerste koers in Vlaanderen dit jaar, dus klaar. Ik ben wel tevreden op zich. Had je dit verwacht? Want voor mij was het best wel een verrassing dat je zo lang nog mee kon. Als je een goede dag hebt, dan kan ik dit soort koers ook wel aan. Er wordt altijd wel heel interessant over gedaan, maar het is gewoon net een Amstel Gold Race wat dat aangaat. Dus er zijn veel meer coureurs die dit eigenlijk aankunnen. Het is eigenlijk gewoon op het juiste moment is het goed plaatsen en dan is het even een minuutje omhoog rammen. Ja, dat is eigenlijk in de Gold Race hetzelfde. Maar je moet er ook een beetje geluk hebben. Je moet er ook een beetje goed doorheen rollen, zeg maar, met valpartijen en dat soort dingen. Ik ben op zich tevreden. Hij rijdt net voorbij, John Degenkop. Die reed je toch mooi even los daar op een van die klimmetjes in de finale. Ja, maar ja, het gaat niet om de overwinning. Dus het maakt niet uit wie er daar afrijdt. Je moet er iemand afrijden op het juiste moment, zeg maar, voor de prijzen. Ik was in de finale net niet goed genoeg meer. Uiteindelijk wint Bettiol. Verrassende winnaar voor jou? Ja, dit is mijn eerste koers hier in Vlaanderen. Dus ik heb wel wat op tv gezien natuurlijk, maar... Ja, ik weet niet. Volgens mij heeft die jongen hier ook niet veel gekoerst in Vlaanderen, wel. Nou ja, het is gewoon een goede coureur, anders win je hier niet. En nu komende weken, dit moet perspectief voor jou bieden. Ja, kijk, ik richt me eigenlijk wat meer op meerdaagse. Dus zijn het wel een paar mooie koersen. Brabantse Pijl straks en in de Amstel en dan de Ronde van Kroatië. Dus we gaan wel even kijken. Ik denk, voor de Gold Race ben ik in ieder geval wel goed in orde. En voor Kroatië ook. Brabantse Pijl is wat meer een explosief koersje, zeg maar. Dus de laatste 5 kilometer of het laatste klimmetje is gewoon vol omhoog sprinten. En dat zal op mij wat minder liggen. Maar zo'n Gold Race denk ik wel dat ik in orde ben. Succes de komende week, hè, Pieter. Ja, dankjewel, man.